Robert, gefeliciteerd. Wat een mooie manier om 2017 zo af te sluiten. Ja, dat denk ik wel. Ik heb het vaker gezegd. Ik wist dat we goed op weg waren. Maar ik denk als je zo het eerste seizoen zelf kan afsluiten, dan hebben we het echt fantastisch gedaan met z'n allen. Ja, wat gebeurde daar binnen allemaal in die kleedkamer? Joh? Die kantine van de Dijkstand zo te trillen. Ja, het was even een ontlading. Ik bedoel, iedereen weet dat het met onze teammanager Sander Molenaar niet zo goed gaat. En die ontlading kwam even uit in de kleedkamer en dat was wel heel mooi om te zien. Mooi gesproken van de trainer. En daarna hebben we het voor hem gevierd vandaag. Ja, een beetje emotioneel zelfs misschien wel. Ja, absoluut. Ja. De concurrenten, in dit geval heb ik het maar even overgegeven, veel laat weer punten liggen. Mocht Rijnsburg winnen bij Achilles later vandaag, dan zou het verschil 8 punten zijn. Dus nog meer dan voordat je vandaag begon. Is er überhaupt nog een ploeg die jullie de titel nog kan ontnemen? Nou, ik denk wel dat we gewoon echt scherp moeten blijven. We zien dat ploegen zich wat anders opstellen tegen ons. Dat we wat meer het spel moeten maken, ook van achteruit. Moeilijke kansen kunnen creëren. En dan moeten we gewoon de tweede seizoen zelf blijven doen. Want ook wij verloren 2 keer op rij. En dan zie je toch ook dat het gaatje alweer een heel stuk kleiner wordt. Maar dat we er fantastisch voor staan momenteel. Met tot nu toe 9 punten voor, heel misschien 8. Of misschien 8. Ja, dat is fantastisch. Ja, het wordt geen scenario à la Jong AZ vorig jaar. Nee, daar geloof ik echt niet in. Ik bedoel, iedere wedstrijd hebben we het moeilijk. Misschien lijken af en toe de uitslagen lijken wat anders. Maar we moeten echt iedere wedstrijd 100% gaan. En dat tot nu toe gaat er goed. En aan ons de taak om dat vol te houden. Ja, maar als koploper heb je ook altijd extra beetje geluk. En dan gaat hij er net wel in plaats van er net naast. Ja, nee, absoluut. Alleen ben ik ook wel van overtuigd dat je geluk afdwingt. Ik bedoel, als het eenmaal loopt, dan natuurlijk valt het balletje af en toe goed. Maar dat is ook wel een beetje het geluk wat je afdwingt. Maar ja, nogmaals, ik denk dat we de competitie fantastisch zijn begonnen. Klein dipje hebben gehad. Maar de laatste 2 wedstrijden zo weer winnen, dat spreekt een hoop vertrouwen uit. Ja, is het woord kampioenschap eigenlijk al een keer gevallen, of niet? Nou, ik moet eerlijk zeggen, bij ons in de groep hebben we het er echt nog niet over. We leven echt naar de winterstop toe in dit geval. Ja, kijk, we moeten niet weglopen dat we nu voor het kampioenschap gaan. Ik bedoel, dat mag duidelijk zijn. Alleen, we gaan echt wedstrijd voor wedstrijd bekijken en we gaan niet op de zaken vooruit lopen. Fijne feestdagen. Hetzelfde. Dankjewel. Dankjewel, mannen. Goeie rij.